die direct door is geschoven. De Cler. Paasje is goed. En daar is de goal. Uit het niets. Hij flikt het weer. Shota Arveladze was al eerder heel snel succesvol. En is dat nu opnieuw tegen Rode JC. Die bal valt over Kujovic uit een bijna onmogelijke hoek. En er staat 1-0 voor AZ. De Cler, de man die linkshalf speelt vandaag. Zijn paas richting Arveladze. Ja, en in de draai doet hij dit natuurlijk briljant. Shota Arveladze. Met zijn 15e goal van het seizoen. En een bijzonder fraaie. 0-1. Gale. Uiteindelijk als winnaar uit de strijd. Van Gale tot bij Meerdink. De voorzet van Meerdink. Huizigums. En de kans voor de Cler. De redding is daar. En dan is daar de simpele goal. Zijn tweede. Shota Arveladze. Na het foutje toch van Kujovic. De voorzet van Meerdink. Schiet door bij Huizigums. Bewust of onbewust, het maakt niet uit. De inzet van de Cler niet goed verwerkt door Kujovic. En dan is het een koud kunstje voor Arveladze. Zeker gezien ook de weersomstandigheden om voor 1-2 te zorgen. Sergio. En Van Galen met een uitstekende ingreep. De combinatie oogt vrij, is vrij en leidt tot een goal. Het is ontegenzeggelijk de wedstrijd van Shota Arveladze. Hij zorgt vroeg in de tweede helft voor 1-4. Het is zijn derde goal van de avond. Het is de beslissing in de wedstrijd. Zo mag je toch concluderen. Het goede werk van Barry van Galen op inzet. Ontfutselt hij Sergio de bal. De combinatie tussen Arveladze en Meerdink. En dan speelt Arveladze eerst kaas simpel uit. En laat hij Kujovic kansloos. 1-4.